Het is dag 3 van dit toch wel geweldige avontuur. We zijn nog gezellig leuke dingen aan het doen. Hiernaast met twee dames, Wieneke en... Ik ben Wieneke. Jij bent Wieneke, ja. Ja. En dit is? Karin. We vermaken jullie een beetje. Ja, super. We hebben het hartstikke naar de zin. Is het leuk, zo'n prijs? Geweldig. Ja, jij hebt hem gewonnen, hè? Ik heb hem gewonnen, ja. Ja. Hoe was dat? Ja, gek. Ik was helemaal verbaasd dat ik jou aan de telefoon had. Wat zijn de plannen vandaag? Nou, de piste op. De piste op? Nou, de artiesten toch? Ja, boven. Ja, boven. Daar gaan we zo naartoe. In de sneeuw. Ja, zeker. Jodel op de radio en werd als laatste van de rij uitgekozen. En dan samen met mevrouw deze kant op gereden. Als je ziet hoe het weer hier is, fantastisch. De mensen zijn fantastisch, de muziek is hartstikke mooi. Dus absoluut super mooi. Ja, dit is Lisanne, jongens, van Get Is In. Heb je jou even nodig? Echt waar? Ja, maar jij hebt verstand van een spijkerslaan. Nou, je hebt de hamer, heb je een mooie platte kant en een grotere kant. Maar we slaan natuurlijk met de platte kant. Je mag er overal omheen met de hamer, alleen je mag er niet op. Snap je dat, Peter? Ja, ik snap hem. De hamer laten vallen is ook een rondje. Rondje? Ja. Dus als je verliest, moet je een rondje en als je de hamer laat vallen ook. Nou, lekker dan. Oké. Okay. Dat is mis. Oké. Okay. Nee, gaat niet goed. Weer mis. Nou, gaat goed zo. Hij staat ernaast. Leuk. Wow. Kom maar. Ze mogen van me zeggen wat ze willen. Ik trek me daar toch lekker niets van aan. Want dat ze kletsen is soms om te gillen. Ik blijf mijn eigen gang toch gaan. Ze moeten maar eens naar zichzelf kijken. Ik ben die praatjes nu echt meer dan zat. Ik laat ze lekker lullen. Er is overal wel wat. Nick, je bent de piste op geweest vandaag. Hoe zijn de pistes hier? Ja, bij vragen goed. Bij vragen goed. Niet alles is geopend, maar wat er open is, dat is goed te doen, ja. Hoeveel kilometer heb je geskiet? 33. 33? Ja. En hoeveel liften zijn er? Ja, we hebben er 24, 25 gehad vandaag. Dus het ligt er leuk bij sommige pistes en we hebben ons dagje echt wel vermaakt. Zeker. Lekker bij. En kun je de Oostenrijkers bijhouden? Ja. Die kunnen sneller, hè? Ja, die kunnen vooral snel en goed skiën. Dat kunnen wij niet zo. Maar snel, dat wel. Nou, leuk man. Ik hoop dat je een beetje genoten hebt de afgelopen zeker. Week. Met de afterparty bij de Get Is In hebben we een superweek gehad. Echt waar. Ja, was top. Nou, ook vandaag was het weer gezellig natuurlijk in Oostenrijk. Ik sta hier nu bij het symbool van de Oostenrijkse gastvrijheid. Zoals deze man hier staat, zo doet iedere Oostenrijker hier. En dat is zo fantastisch. Gewoon nog normaal, gezellig, gastvrij. Dus wij worden helemaal in de watten gelegd hier. En morgen zijn we gewoon weer met een nieuwe aflevering van Op Volle Kracht. Dit keer vanuit het hotel Messnerweert. Want dat heeft te maken met het feit dat het morgen slecht weer wordt. Op Volle Kracht bij Radio NL. En tot morgen.